Goeiedag. Ja, de dag die is rustig begonnen met vorst aan de grond, zelfs mistbanken in de polders, zoals hier goed te zien is in Kinderdijk. En vooral ten noorden van het Rijnmondgebied veel bewolking. Nou, die wolkenvelden breiden zich eerst vanochtend even uit tot over een deel van onze regio. Maar vanmiddag was het prachtig weer, zon overgoten en was er bijna geen bewolking meer aanwezig. Nou, de komende nacht hebben we te maken met heldere condities in het Rijnmondgebied. Niet meer zo koud als de afgelopen nacht, zo'n 6 à 7 graden. De wind waait zwak, hooguit matig langs de kust, een windkracht 3. En die draait erbij dan naar het oosten. Nou, daarmee wordt op donderdag duidelijk warmere lucht aangevoerd. In de ochtend droog met geregeld de zon erbij. Ook al wat wolkenvelkjes vanuit het zuiden. En dan zie je in de loop van de middag toch wel dat de kans op een bui, misschien wel met een donderklap, zal gaan toenemen. Plaatselijk dan wel. Temperaturen komen flink hoger uit, zo'n 19 à 20 graden. Ja, dat bij een matige zuidoostenwind. Het zal al met al een beetje zwoel zelfs gaan aanvoelen. Ja, en dan na morgen zien we vooral op vrijdag en zaterdag een aantal buien zo van tijd tot tijd over de regio trekken. Temperaturen die blijven toch aangenaam, zo 17 of 18 graden. En de wind waait dan uit het zuidwesten een windkracht 3 of 4. Nou, een zondag tijdens de kampioenswedstrijd in de Kuip. Ja, dan hebben we te maken met geregeld zon en veel stapelbewolking. In de middag is een bui niet helemaal uitgesloten. Het wordt een graad of 19 en dat bij een matige zuidwestenwind. En begin volgende week lijkt het droog te blijven met geregeld zon en temperaturen zo tussen de 18 en 20 graden. Nou, maakt u fraaie weerfoto's zoals hier achter mij Bjorn van Gijn heeft gedaan uit Spijkenisse. Stuur ze lekker in naar weerfoto@rijnmond.nl. Ik wens u nog een fijne dag.